Over een kwartier gaat het vliegtuig, dus we moeten doorlopen. Maar we hebben het duurde iets te lang bij de McDonald's. Dus we hebben nu een beetje haast. Dus mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video en vandaag gaan we op reis met brugklas en het zonnetje schijnt in Nederland en we gaan ook naar het andere zonnetje en ik kan nog niet vertellen waar we naartoe gaan, maar het wordt hartstikke leuk, dus ik neem jullie weer mee. Hey Carla. Hoi. Hoi Vincent. Waar gaan we heen? We gaan naar Sofia. Nice. Ja, nice. Sterren gaat ook mee. Toch Sterren? Nee, ga je niet meer? Zij gaat zo naar huis. Oh, zij gaat zo naar huis. Okay. En jij blijft. Afscheid. Daar gaat mee. Ik ga mee. Jussie gaat mee. Iedere stuurt. Nou jongens, we zijn nu op Schiphol. En ik ben met Daan. Wie de fuck is dan? Daan, daar gaan we heen. Naar een of andere land, volgens mij. Vind. Ja. Zet die twee kort. Wat? Gaat ze elkaar staan? Wat? Gaat ze elkaar staan? Waarom? Gaat ze elkaar staan? Die staan met z'n allen. Jij moet naast. Kijk, echt precies dezelfde oogkleur. Ja, echt precies. Kijk, jij zit in een rol. Jij? Dat is niet ik zie. Nee, jij blikt erover. Maar we gaan we hebben wel allemaal daarin over. Heb je een beetje zin in? Nee. Hou je van vliegen? Nee. Mag ik even een vlag krijgen? Hoi kijkers, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog van Vincent Visser. Abonneer op zijn kanaal en duimpje omhoog, laat een reactie achter of jij wel eens in Sofia bent geweest. Want het is Sofia en niet Sofia. Hoppa. 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 Nee. We zijn net ingecheckt, we gaan naar de douane en we hopen dat Quint er ook langskomt met zijn camera. Gast, ik heb nog meer camera's hierin, hè? Allemaal apparatuur, dus ja, we zijn benieuwd. We gaan nu langs de douane. En dan weet gaan we daarna eten of zo. Toch? Weet je zo waar we heen gaan? Nee. Ga je dat ooit vertellen? Ja, nou doe maar, zeg maar. Nee. Dat is jouw video. Wat ga je mij jouw werk laten doen, man? Doe zelf eens iets. Ik vind het gewoon zo lastig. We hebben het overleefd hoor. We zijn door de douane. Ook sterren is er doorheen gekomen. Jij ook. Maar ik word wel gecontroleerd. Maar gewoon, laat maar zeggen zo. Ja, we zijn door de douane jongens. Niks raars, alleen Carla, het rare dingetje. Hoi, we gaan paspoort. Gaan we paspoort? Hier, ik denk dat het voor jou niet goed is. Ik mag ook bij de 16 plus. Mag ik ook bij 16 plus? Ja. Zo. Jij niet Vincent. Nee, ik ook niet. Ja, dan moet jij hier. What the fuck? What the fuck? Lijkt alsof er iemand in zit. Wat is dit? Ik heb dit nog nooit gezien. Er zit er een man in een klok en die man die is, lijkt wel alsof hij is die klok aan het maken. Je zag hem net zag je het wel, het beeld ervoor. En je zag daar gewoon een man, die zit gewoon die hele klok te maken. Die zit gewoon, Glenda, dit is Glenda, dit is die vrouw die vorige keer ook in mijn video zat. Ja. Samen met Jeremy. Veel reacties, toch? Waarom? Goeie video. Oh. Ja, toch? Heel goede video. Waar is Glenn? En de rest doet gewoon een beetje zijn best. Ja, klein tussen de best. Ik wil gewoon een Engels burger of zonder Engels burger. Oh ja. Stellen, wat wil je nou? Ik ga daar gewoon boven. Ook Glenda was dat eten. Ik heb eergisteren ook al dit gegeten. Ja, maar toen s'nachts. En dan zit ik Glenda. Ja, dat is voor mij. We zitten nu al gewoon op 57 euro, joh. Ik vind dit niet normaal. En dit is allemaal voor jou? Ja, ik ga het eten. Niet normaal. Quint, welk nummer zullen we hebben? Bij de menu met Belgrado. Ik had Tel Aviv trouwens ook bij. Ik had ook een beetje Boelend. Volgens mij hadden we een nummertje. Welke hadden we ook weer? Oh, hè? Wacht, dit is een hele. Het is helemaal veranderd. Oh, dit, wacht. Dit is het. Dit zijn de nummertjes. Je had het dan even gezegd, Carla. Oh.
nog geen mensen filmen, hè? Dat is te buiten. Doe je niet. We hebben te veel besteld. Anders word je boos, hè, als je het personeel filmt. We hebben te veel besteld. Kom je mij nou? Is dit allemaal voor jou? Ik boos. Is dit allemaal voor jou? Ja, toch, tuurlijk. Half zeven of zo. Maar ik ben die kinderen nog wel gehoord. Maar ik dacht, ik kan niet de hele dag niet. Lekker hoor. Ja, dat is een geloof experiment. We hebben net gegeten bij de Mac en we gaan nu naar de gate. We hebben nog een kwartier en dan moeten we in het vliegtuig. Over een kwartier gaat het vliegtuig, dus we moeten doorlopen. Maar we hebben duurde iets te lang bij de McDonald's. Dus we hebben nu een beetje haast. Dus hey, doei. Ja, daar is ons vliegtuig. We gaan het halen dan. We gaan het halen. Goeie avond. Haha, Daan heeft geen plek. Mocht er helemaal geen plek, waarschijnlijk kun je het beleven. We zitten nu in het vliegtuig en we waren redelijk als laatste, dus we hebben onze koffers moesten een beetje erin koppelen omdat er geen plaats meer was. Jongens, ik heb er niet van gekozen, dus deze twee mensen. Stay hydrated. Ster is nog steeds super, super hyped. Klaar. En veel te druk. Jij bent zelf wel druk, jongens. Vincent, ik vind het hartstikke lief, jongens. Want tussen Vincent zit 2,5 uur echt niet. We zijn uit het vliegtuig. We gaan nu straks in die bus daar. En dan gaan we naar de luchthaven. Daarachter. En dan gaan we naar onze appartement. En dan gaan jullie zien wat voor appartement het is. Overleefd? Die temperatuur stopt bijna nog 2 keer. 2 keer dan ook. Wat een praatjes. Ik heb een skipper. Hey. Het is wel lekker rustig hier. Ik ben benieuwd. Ja, niemand praat dus, hè? Niemand praat. We zijn nu bij de paspoortcontrole, maar ze gaan stil. We gaan met niks. We moeten gewoon fluisteren, ondergaan. Misschien hoort het bij de cultuur. Nou, ik ga weer terug. Doei. Fuck, man. Iedereen die reist, die heeft waarschijnlijk hetzelfde. Dan ben je vliegtuig uit en denk je van yes, we zijn er. Yes, we gaan naar het hotel. Yes, ik heb zo'n een nieuw appartement te zien of zo. En dan moet je nog wachten op je bagage, wat dan altijd veel te lang duurt. Nee, ik zit niet altijd mee, jongens. Nou, daar is de bagage. Goed gedaan, Carla. Topper. Compleet. Oh, we zijn buiten en het is een prima temperatuurtje. Het is niet warm, het is niet koud. We zijn in Bulgarije, man, maar ik had het echt kouder voor. Je had het kouder voor? Het is gewoon echt helemaal niet koud. Nee. Jongens. Het is donker buiten. Het is al lekker donker, ja. Dat is de rest. En we gaan nu naar het hotel en dan ben ik benieuwd hoe het eruit ziet. Dit zijn onze guides voor deze week. En ze hebben gewoon water meegenomen. Voor de dorst. Lekker, hè? Ja, Carla. Heerlijk, zeg zo'n watertje. Heerlijk. Je hebt er nog twee. Ze hebben zelfs broodjes voor ons meegenomen, jongens en meisjes. Kijk, heerlijke broodjes. Waarom lach je nou? Ik lach ze niet. Lach je me nou uit? Omdat ik een broodje liet zien. Ze lachten je toe. Kijk, we hadden net allemaal een broodje gekregen en ik vond hem eigenlijk toch niet echt heel erg top. Toen zag ik toevallig Quinten en Quinten liep langs en hij zei van, hey yo man, geef mij anders alles. Ham. Jullie zijn echt super, man. Meer brood voor mij. Jij gaat gewoon al die broodjes chappen. Ben ik nu straks degene die dan voedselvergiftiging ineens heeft? Ja, ik had het vorig jaar. Hey, voor de trouwe brugglaskijkers, jullie weten vast nog wel, vorig jaar waren we in Griekenland met kaktapee. En toen had ik voedselvergiftiging. En dat was niet nep, maar dat was echt serieus. Ja, ja. Maar dat is in Kreta. Dit is fucking Bulgarije. Het gaat op principe, Quint. Ik begrijp het nou gewoon. Het gaat op principe. Hey, Quint, eet smakelijk. Denk zo. Goede vrouw. Ik moet echt even kappen. Ja. Jongens, we staan in de lift. Hij lijkt wel op de kamer. Ah, fuck, half face. Oké, we are in the elevator. We gaan naar de kamers, jongens. Ik ben benieuwd. Wat zeg je? Wat is er nou, hè? Jij zit gek bij. Ja, joh, fuck. Hè? Waar gaan we heen? Welk nummer hebben wij? 604. Waarom hebben we niet 601?
Nou, niet 66, zo'n metal. 3. Ja, 4. We hebben volgens mij 4. 4? Huh? Nee. Huh? Oh, hier! Oh, jongens, dit is 4. Ja, ja. Nee, de op, leg hem erop. Je kan hem erop drukken gewoon. Nee, zo touch. Zo. Ja, ja. Oké, dan moet je hem ergens. Wow, het is koud! Het is heel koud. Zo, doe eens dat. Als het goed is, kan je ergens je pasje. Hier, Daan, stop eens dat pasje erin. Wacht even. Ik zet even mijn koffer zodat de deur blokkeert. In. Oh. Oh. Oké. Oh. Dit zo. Ik kan zeggen wat je maar doet. Dit is een grote kamer, man. Ik zie. Oh, yo. Nou, nah, we komen nu de kamer binnen en het is echt. Hey, het is echt groot. Hey. Het is gewoon echt groot. En moet je dat uitzicht zien? Wow. Het is niet verkeerd hier, ho. Niet verkeerd. Het ziet er wel, het ziet er echt uitgaans uit trouwens. Het ziet er echt heel erg uitgaan, gewoon een soort van uitgaanscentrum hier. Vergeet, we leggen altijd de pasjes hier zo voor de privé. Ja, is goed. Is goed. Hij gaat wel gelijk afspraak maken die Daan. Ja, maar kijk, wat een goede jongen. Het is meer van, nu ben ik in een vreemd land en ik raak al vet veel kwijt, dus toch wel handig. Maak meer afspraak voor mezelf, niet eens voor jou. Maar jongens, jullie zien het. We hebben gewoon twee bedden en ik ga hier in het hoekje staan. Dan kunnen jullie een beetje zien hoe groot de kamer is. Kijk dan, dit is gewoon best wel groot. Hopsakee. Hij gaat gelijk springen, joh. Laten we even gaan kijken. Hebben we ook een badkamer? Even kijken, hoor. Spiegeltje. Oh, wat top. Ik ben trouwens echt in mijn reisoutfit. Ik heb mijn tasje waar ik mijn camera in doe. Ik heb een koptelefoon om nooit, lekker muziekje te luisteren. En, lichtje aan. Zo. Ziet er goed uit? Prima badkamer hier. Oké, nou, we hebben een wasbak. En een topdouche, wc, de mooie douche. Hey jongens, ik vind het nu al top. Ik vind het nu al top. Wie slaapt hier? Geen idee. Daan heeft deze al geclaimd, dus ik weet dat Finn daar staat. Ik heb niet echt iets geclaimd. Maar je zei, wat doe je op mijn bed? Maar dat was gewoon puur omdat jij erop lag. Als jij daar had geleerd, had ik ook gezegd, nee, wat doe jij op mijn... Nou jongens en meisjes, dit was de video voor vandaag. En dit was de eerste dag van Bulgarije. En vond deze video leuk? Laat dan even een blauw duimpje achter. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Daan, wil je nog wat zeggen? Abonneer, want we gaan voor de 20.000. Abonneer, want we gaan voor de 20.000. Jullie horen Daan. En dan spreek ik jullie later.